Aan de oostgrens van de Europese Unie ligt Wit-Rusland. Het heeft 9 miljoen inwoners, het oudste bos van Europa en schone, lege straten. Wit-Rusland hoorde tot 1991 bij de Sovjet-Unie en werd na het uiteenvallen een onafhankelijke staat. De tijd lijkt sindsdien stil te staan. De KGB heet er bijvoorbeeld nog altijd KGB. En net als in de Sovjet-tijd is het grootste deel van de economie in handen van de staat. Al sinds 1994 is het land in de ijzeren greep van dictator Alexander Lukashenko. President Republiek Belarus, Alexander Grigorievich Lukashenko. Hij won sindsdien alle verkiezingen, meestal onder uiterst dubieuze omstandigheden. Er wordt op grote schaal met stembussen gerommeld en de oppositie krijgt geen gelegenheid zijn verhaal te houden. De verkiezingsuitslag wordt door bijna geen enkel land erkend en toch wordt er niet ingegrepen. Lukashenko zit nog steeds stevig in het zadel. Er is geen persvrijheid, dus mensen weten ook niet beter. De zware censuur van de propagandadictatuur is effectief. En als de censuur niet werkt, doet repressie dat wel. Die zijn mond opentrekt, maakt kans op gevangenisstraf en in de gevangenissen wordt gemarteld. Je nek uitsteken vergt dus veel moed. Toch gingen duizenden mensen de straat op na de presidentsverkiezingen van 2010 om het vertrek van Lukashenko te eisen. Die protesten werden bloedig uiteengeslagen en zelfs de andere presidentskandidaten werden opgepakt en vastgezet. Ze zijn gemarteld en sommigen hebben tot begin dit jaar vastgezeten. Ze zijn niet de enige gevangenen. Iedereen die kritiek heeft op het regime behoort automatisch tot de oppositie en is daardoor strafbaar. Dus ook mensen die niets met politiek te maken hebben, worden onterecht gestraft. Sterker nog, Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog bestaat en wordt uitgevoerd. Vorig jaar zijn na een schijnproces twee jongens ter dood veroordeeld voor een bomaanslag in de metro. Zelfs de Russische geheime dienst acht het onwaarschijnlijk dat ze dat hebben gedaan. Maar het kwam Lukashenko waarschijnlijk goed uit om te laten zien dat hij slagvaardig was. Kort na hun veroordeling zijn ze al geëxecuteerd. Hun ouders kregen van tevoren niet te horen wanneer hun kind doodgeschoten zou worden. Dat was onderdeel van de straf. Evenmin weten ze waar de lichamen van hun zoons nu zijn. De families vragen daar nu internationaal aandacht voor. De Europese Unie heeft enkele lichte sancties getroffen, maar die zetten geen zoden aan de dijk. Zo heerst er anno 2012 nog steeds een dictatoriaal regime op ongeveer 2 uur vliegen van Amsterdam. Het Belarus Free Theater, opgericht door Natalia Kaliada en Nikolai Galazin, verzet zich al sinds 2005 tegen dat regime. Van meet af aan moest het gezelschap ondergronds. Acteurs worden vervolgd en met regelmaat opgepakt. Voorstellingen in huiskamers worden bruut verstoord door de KGB, die vervolgens ook de ouders en de vrienden van de acteurs onder druk zet. In Wit-Rusland waren Kaliada en Galazin niet langer veilig. Daarom wonen ze sinds 2010 in Londen. Daar hebben ze steun van grote namen verworven. Tom Stoppard, Kevin Spacey, Jude Law en Joanna Lumley. Met hun geëngageerde stukken willen ze taboes doorbreken. Tijdens Imagining Europe van de European Cultural Foundation gaat hun nieuwe stuk in première, ditmaal gebaseerd op verhalen over de doodstraf. Trash Cuisine. De groep is nu in Nederland om hier te repeteren om op 5 oktober Trash Cuisine voor het eerst te laten zien in de Stadsschouwburg Amsterdam. En op 7 oktober in de Rotterdamse Schouwburg.